De organisatie, de Global Shapers Paramaribo, heeft gisteren de derde editie van het Future Leaders and Entrepreneurs programma afgesloten te Nieuw-Amsterdam. Dit deed zij middels het Sustainable Sunday evenement. De bedoeling van deze dag was dat de participanten met behulp van de opgedane kennis een project moesten organiseren om hun leiderschapsvaardigheden in de praktijk te ontwikkelen. Zij moesten wel iets doen dat te maken had met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Met deze activiteit heeft de Global Shaper Suriname het leiderschapsprogramma succesvol afgesloten, zegt Rishano Sodipo van de organisatie. Het Future Leaders Entrepreneurs programma is een 10-daagse programma, bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar, die eigenlijk interesse hebben in ondernemerschap en leiderschap. En gedurende deze 10 dagen worden er verschillende trainingen gegeven op basis van leiderschap en ondernemerschap, die eigenlijk bedoeld zijn om de kwaliteiten die eigenlijk in de participanten zitten te ontplooien, maar ook om te ontwikkelen en verder uit te breiden. Eigenlijk was onze main plek het VAT, eerste verdieping, tweede verdieping, waarbij de participanten eigenlijk de sessies volgden, maar daarbuiten, we gingen ook vaak naar buiten, bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken of voor sportsessies, want het programma is niet alleen gericht op sessies in de zaal, maar ook heel veel buiten, waarbij ze ook sporten en bedrijfsbezoekjes maken. Rishano Sodipo van de Global Shapers Paramaribo. De organisatie heeft gisteren de derde editie van het Future Leaders and Entrepreneurs programma afgesloten te Nieuw-Amsterdam. Dit is inmiddels het Sustainable Sunday evenement.